Hallo en welkom bij de tutorials pagina's bewerken en aanmaken voor Joomla gebaseerde sites. Oké, we kijken hier naar onze eigen website joomlabased.nl en ik ga laten zien hoe je een artikel aan kan maken voor bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwsberichten. Oké, nou op iedere site bevindt zich een login button. Die kan op een willekeurige eigen plek staan. In dit geval staat die hier recht voor mijn neus. Dus het eerste wat we dienen te doen is inloggen op uw eigen gebruikersomgeving. Nou, vervolgens ziet u dat er het een en ander verandert. Er komen namelijk meer iconen bij de pagina, waarvan deze de laatste het belangrijkste is, het edit-symbool. En we krijgen een klein onderhoudsmenu. Dat kan ook per internetsite verschillen qua positie en wat er allemaal wel en niet in staat. Nou, in dit geval is het beheer nieuwsbericht, tekstpagina's, uw accountinstellingen en wat statistieken. Nou, ik ga hier eventjes kijken hoe eenvoudig het is om een nieuwsbericht artikel toe te voegen. Ik klik op beheer nieuwsberichten. Ik zie dat er dus twee categorieën zijn, nieuws actueel en nieuws archief. Nou, ik wil er eentje toevoegen aan nieuws actueel. Dan zie ik ook welke berichten er dit moment actueel zijn. Ik kan ze editen of ik kan een nieuwe aanmaken. Nou, ik klik hier op het symbooltje nieuw en dan krijg ik dus ook de tekstverwerker met de desbetreffende velden. Ik ben bezig met een demo. Daar maak ik eventjes de titel van. Verder ga ik eventjes wat fake tekst erin zetten. Dat halen we bij Lorem Ipsum vandaan. Zo, dat kopieer ik. En dan kan ik ook direct laten zien hoe ik plak. Nou, we zien hier allemaal iconen à la een Word editor. En daar bevindt zich er eentje tussen als een paste icoon. Als ik daarop klik, kan ik twee keuzes kiezen. En ik kies dan altijd paste as plain text. En daarin kan ik mijn tekst plakken. Waarom doe ik dat? Op deze manier wordt alle onbruikbare code en de code die geheel niet nodig is, de tekst wordt helemaal opgeschoond. Ik klik op insert en mijn tekst staat erin. Nou, nu kan ik natuurlijk ook gewoon zelf typen. Dat mag allemaal bekend zijn. Nou, als het nieuwsbericht klaar is, dan kan ik verder scrollen naar beneden en dan kan ik kiezen in welke categorie ik dit bericht wil plaatsen. Nou, ik wil dat plaatsen in de categorie nieuwsberichten en in de subcategorie nieuws actueel. Wil ik het publiceren? Ja, ik wil dat het bericht direct actief op mijn site wordt. Wilt u het op de voorpagina tonen? Nee, in de meeste gevallen. Dat wordt elders nog uitgelegd. Nou, je kan berichten aanmaken en zeggen, nou, ik wil niet dat hij er vandaag op gaat, maar ik wil dat hij er volgende week op de 21ste pas op gaat bijvoorbeeld. En je kan een stoppublicatie instellen. Ik wil dat dit bericht er vandaag op gaat en ik wil dat dit aan het einde van deze maand er automatisch weer afgaat. En in de meeste gevallen zal bij de stoppublicatiedatum het bericht verplaatst worden naar het nieuwsarchief. Dus het bericht blijft bestaan, wordt dus ook geïndexeerd door Google, maar hij wordt verplaatst. Het is dus een oud bericht geworden. Nou, en dan het toegangsniveau. Voor wie is dit artikel allemaal toegankelijk? Nou, publiekelijk. We willen dat iedereen in de wereld het kan lezen. Ik kan ook kiezen voor geregistreerd. Dan kunnen alleen de mensen het lezen die ook daadwerkelijk voor deze site of op deze site zijn geregistreerd. En speciaal, dat is echt voor de eigenaren van de site, om het zo maar eens te zeggen. Nou, verder kan je nog een metadata omschrijving toevoegen. Dat helpt natuurlijk ook weer voor Google. Dat is eigenlijk een verkorte versie van het nieuwsbericht. Hou dat bijvoorbeeld aan dat daar niet meer dan 100 tekens gebruikt worden. En we kunnen wat zoekwoorden invullen, zodat zowel binnen de site als Google duidelijk kan zien waar dit bericht over gaat. Ik doe eventjes wat. En die onderscheid je door een komma. Nieuwsbericht 2011. Joomla based. En demo. Nou, dan heb ik alle velden ingevuld. Hoef ik alleen nog maar op opslaan te klikken. Dan is het bericht opgeslagen. Dat zien we ook.
En hij is direct toegevoegd. Nou is het leuk, in deze demo-site, die er verder heel erg kaal uitziet, kan ik dan ook zien dat hij direct aan de rechterkant in een modulezijde wordt weergegeven. En hij wordt ook direct afgekapt hier tot een maximaal aantal tekens. Dus hier staat een stukje van het bericht, waardoor we dus meer berichten in een kleine ruimte kwijt kunnen. En vinden we het interessant, dan kunnen we of op de lees meer button klikken of op de titel. En dan krijgen we het hele bericht. Nou, dit is hoe eenvoudig het is om een artikel toe te voegen aan uw systeem. We kunnen natuurlijk ook een titel of een tekstpagina toevoegen die gelinkt is aan andere zaken. Nou, dit is de tutorial hoe voeg ik een nieuw artikel toe. Wilt u meer weten over de teksteditor of links of het plaatsen van afbeeldingen of filmpjes in uw artikelen, dan vindt u daarvoor de desbetreffende tutorials ook op onze site. Bedankt voor uw aandacht.